Yo, Nintendo fans! Gast, je stinkt! Anyway, in de vorige aflevering was mijn armbracer gestolen en we gaan die gast even aanpakken. Oké, nu kan ik dit niet meer duwen. Oké, dit is een probleem. Ik heb wel mijn pijl en boog. Wacht. Ik kan wel dit doen. Is die aan? Hij is nog niet aan. Ik heb scheef geschoten. Is die nu aan? Hij is nu aan. Lekker. Oké, en die deur daarachter is open. Sta je daar? Nee, jij bent dat niet. Dit is iemand anders. Dit is... Huh? Yo. Yo. Step forward. Dit is het orakel. En ik moet je zeggen, hij lijkt een klein beetje op Prometheus. Are as infinite as the grains of sand scattered across the floor. Wat is mijn vraag? Nou, wat gaan we vragen? Oh, wise oracle. How do I reverse the curse and turn everyone back from stone? Uiteraard. Wow. That's a real... Hij weet het niet. En je bent toch het orakel, jij weet alles. It's a mystery. Nou. Well, then... Hoe flauw. How do I get my stolen bracers back? Ja, dat is ook een goede vraag. Another mystery. Yes, that's why I came to you. The oracle. Oh, yes. Well, hij weet niks. They're calling that. I'm just the priest. The oracle here turned to stone. Is it a... But the smoke here is something else. Het is een neppe. Het is een nep orakel. Sand? Because it's between the sea and the land? Wow, denk je dat zand zand heet omdat het tussen zee en land ligt? Have you seen a little guy with golden IQ 9000. No? Nou, dit gaat ons niet helpen, jongens. Orakel, bedankt hè, vriend. En tot de volgende keer. What's so funny? You said the goal twice, but you still haven't left. My brother was turned to stone, and I can't say. Echt hè? Neem het leven serieus. Jij nep orakel. And all you can do is laugh. Wow, those are all true. Are you an oracle? Wow. Oké, ik neem IQ 9000 terug. Ik denk dat het IQ 20 is ongeveer. Can you pick me up something? I'm starving. Oh, wat? Wat moet... Oké, moeten we gaan battelen? Is not father of your kin. A mountain crowned with flowing locks is how you win. The monster shambles, hungry for immortal flaws. Oké, dan. The true hero owns them all. Stolen from the beast's jaws. Oké, ik weet nog steeds niet precies wat het allemaal inhoudt, maar... Go on the attack. And sooner than later... De gevleugelde boodschapper. A pearl of seas, forge fires lit, a wise child convinced, a feather's weight of wit. Ik weet niet wat er allemaal praat. Thetis, father overthrown, hero on high, it's time. Dit is een mega raadsel, jongens. Now that was a prophecy. What was? Isn't it weird? A prophecy ends with I see, but in this case I don't. Een profetie eindigt op zie, maar ik zie niks. Hij, oh my gosh. Deze gasten. Hey, daar is die. Geef me armbracer terug. Oh. Oké, zo makkelijk? No. Look, I'm sorry about stealing from you. It's just something I do. It's kind of a problem. So? Hij zegt van, nou, ik steel altijd alles. Dat is een probleem. Alsof je daar niks aan kan doen. Wat? Hij zegt dat hij mijn gezicht niet leuk vindt. Deze gast, wat zit je nou mij te beledigen, jongen? Wie is dit? Wat een rare mensen hier allemaal. Oh, maar nu gaat hij ons helpen. Ja, oké. Hij gaat ons helpen. These? Now who's the thief? Don't look so smart. They won't fly anyway. You have to find the other piece. Oké, vriend. What do you mean, fly? Focus. After we gaan vliegen, gek. Stolen from Aeolus. It's in there? I'll go begin preparations. Meet me at the top of the observatory with the jar. We gaan vliegen. I don't understand. You're in grave danger. Help me help you.
Ja, oké, niet zo zeuren, jongen. Gewoon, we gaan vliegen. Heel goed, hij is al weg. Kijk, hij snapt het op zich wel. We moeten gewoon lekker gaan vliegen. Oké, nu hebben we onze armband weer terug. Dus nu kunnen we dit ding duwen zo. Wow, wacht. Wel even goed erop neerleggen. Ja, zo. Ja, dan denk ik dat we weer hierin moeten. Oh, crappy. Ik snapte niks van dat orakel, jongens. Hij begon te orakelen, maar... I don't know what he's talking about. As Phoenix traveled through the underworld, his thoughts turned toward his mother and father. Oh, crap. Wat gaat er gebeuren? Freaking Zeus weer, jongen. Wow! Wow! Oké dan! Oh, maar hij is niet onder de indruk. Kijk nou uit. Wat gebeurt hier allemaal? The adorable monster was ever so playful. What? Everything he had prayed for to take his mind off his worries. It was a gift from Olympus. Het was een cadeau van Olympus dat hij voor altijd zou koesteren. Ja, dit zal wel. Zie je? Prometheus zit even ons te blazen. Dat is helemaal niet waar. Oké, ik denk dat we even dit op een baccaroni moeten gooien. Oh, rustig. Gooien. Nice! Oké, dit werkt, jongens. Dit werkt. Hier, ik heb nog een klein steentje. Hoppakee, lekker. Gesterkerd. Nice. Pak hem. Pak Mikros de aandoenlijke. De aandoenlijke? Ik vind er niks aandoenlijks aan. Oké, en wegwezen. Hier, nog een steentje. Steentje. Hoppa. Dit is een grote steentje. Ik denk dat we deze moeten pakken. Oh, laat hem niet te dichtbij komen. Hier. Pak aan. Hier, nog één. Hatsikidee. Lekker. Daar ga je, Mikros de aandoenlijke. Hoppakee, boss battle voor je. Geen probleem. Oh, wat is dit? Ja, we hebben hier een kruik, jongens. Die moesten we gaan vinden. En hiermee kunnen we waarschijnlijk gaan vliegen. Nice. Oh, vet. Hij denkt niet dat deze de wind gevangen heeft. Nou, ik denk het wel, jongen. Ik zou die ene gozer maar geloven. We hebben de kruik van Aiolos. Aioli! Dat is lekker! Ik hou van aioli. Lekker smeersoortje op je stokbroodje. Heerlijk, man. Heerlijk. Rikachu power! Rawr! Oeh, daar is het planetarium. Oké, puzzel. We moeten meer ballen zien te vinden. En die moeten we in de juiste gaten zien te leggen. Oké, daar kunnen we niet doorheen. Dan moeten we er denk ik overheen. Juist. Oké, cool. Dan zie ik hier een gat. Laten we hier deze bal inleggen. Want dan denk ik... Juist. Oké, dan kunnen we deze meenemen. Kijk, helemaal top. Oké, deze moet hierin. Deze gooien we dan hierin. Oké, dan moeten we nog twee bollen zien te vinden. Ah, kijk, ik denk dat hier de volgende bol is. Dan moeten we even zo'n pijl op deze manier schieten. En dan... Ja, kijk, deze moeten we even aansteken. Juist. Oké, dan. En dan moet die... Even kijken hoor. Die moet hier zo. Nog één bol te gaan. Kijk, en dan hebben we deze vleugels. Waar is die laatste bol? Wacht, misschien is het daar. Hier is nog iets misschien. Ja, kijk, daar ligt hij. Oké. Deze duwen. Oh, kijk. En dan mag deze hierin. Kijk. Ja. Nu is hier een gat of zo. En dan... Oké, dit is compleet safe. We hebben munten van Charon. En, ja, nog beter... We hebben nieuwe vleugels. Welkom op het Gouden Eiland, ter herinnering aan mijn grootste succes en mijn grootste mislukking. Mogen de goden mijn offer aanvaarden. Mogen ik je weer zien. Icaros! Kid Icaros! Oeh. Heel cool. En nu moeten we dus hier naar boven. Want daar is die stranger. Kijk, daar is die. Wat ben je aan het voorbereiden? We hebben de vleugels inderdaad gevonden, jij vreemdeling. Oeh, ja, deze zijn wel mooi, hoor. Die zijn fancy. We hebben de kruik. Oké, we moeten de kruik openen. Wat gebeurt hier? Nee! Oké. Hij is iets groter dan ik zou verwachten.
I told you, it's a problem. Three, boy. You do not deserve the crown you were given. Take you down, Typhon. Just like before. Hij is wel stoer. Ja. Oh god, deze gast is echt fat huge. Gaan we opsluiten in de fles? The genie in the bottle. Open your wings. Oké, let's go. We moeten vliegen. Ga vliegen! Oh snap. Hoppakee. We gaan hem wegblazen. Be gone. Nou, dat was een handig windje. Is die in die berg? Waar is die? We hebben hem verslagen. We hebben weer de game uitgespeeld. Monster. Typhon. Not the Typhon. Ja, Phoenix. Het was de Typhon. We moeten naar de zaal van de goden. Daar kunnen we praten. We mogen vliegen. Oh, dit is zo mooi. Dit ziet er zo vet uit, die vleugels. Oh. Oké. Also, don't try to go to the bathroom during turbulence. What? You should make it to the mainland without crashing. Probably. Super goede tip. Als we vliegen en er is turbulentie, moeten we niet naar de wc gaan. You robbed me. And now you're saving me. Why? I didn't follow most of what the Oracle ran through. But if the prophecy is on the money, hero on high, you're the only is die een beetje jaloers? Stop Typhon from remaking the world. Hij is jaloers, hè? We don't even know if it's about me. Ja. For someone trying to help everyone right and left, maybe you should accept help. Hij is echt jaloers. Kijk hier. What are you talking about? Fate's alive. How grote schikgodinnen. When you won't let me. With the Winged Herald's aid. Well, oh. Winged Herald. No. Hij is de gevleugelde boodschapper. En dit is Hermes! Niet te verwarren met herpes. Nou, laten we gaan, jongens. We zijn al genoeg, lang genoeg aan het praten. Zijn mond valt open. En hij kijkt van... Dude. Geloof me nou maar. We moeten naar de Hal van de Goden. En die is blijkbaar daarboven. Doei, Hermes. Across the narrow band of sea, at the peaks and valleys. Kijk. Golden Isle ahead. Kijk wat een groen land er voor ons ligt. En nu beginnen we. Wait, nu beginnen we pas echt. That was just a prologue. How does it take someone that long to begin a story? Oh my god. Zeus is wel echt ongeduldig. Be quiet and listen. We gaan springen, jongens. We gaan springen. Dat doen we in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor deze vette serie Immortals Phoenix Rising. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickardJune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!